Een kist. Tot aan de rand toe gevuld met handgeschreven brieven van Helene Kruller-Müller. Worden bezorgd bij het Kruller-Müller Museum 30 jaar na haar dood. Ik heb die brieven mogen lezen. Die brieven schreef Helene aan haar zielsverwant, maar ook familievriend Sam van Deventer. En ze schreef hem ongeveer dagelijks, 30 jaar lang. Ze schreef alles op wat haar van binnen bezig hield. En dan was ze ook nog getrouwd. In de brieven lees je over Helene's innerlijke strijd. Je leest over haar huwelijk, over die zielsverwant, over de moeizame verhoudingen met haar kinderen en hoe dit alles geleid heeft tot die waanzinnige kunstverzameling. En dat vind ik zelf het meest inspirerende. Je leest wat kunst voor je kan betekenen en Helene's bijzondere visie op kunst.